RPL Actueel. Vandaag over het referendum. Onlangs heeft de gemeenteraad bepaald dat Woerden een vorm van referendum krijgt. En het college van burgemeester en wethouders mag verder vorm geven aan hoe dat referendum dan moet gaan werken. Ik praat daarover in de studio met wethouder Mariet Pennaerts. Mevrouw Pennaerts, het lijkt wel een beetje of de raad het nou weer over de schutting heeft gegooid. Hè? Want er was een soort verordening opgesteld, maar toch moet het college daar nu mee verder. Wat gaat u doen? Dat was een beetje een trucje hoor, Ruud. Want een trucje in de zin van, dan had ik in ieder geval een uitspraak. Want ik moet natuurlijk wel aan het werk. En als er nou geen meerderheid is voor een referendumverordening, is het gewoon zonde om daar tijd in te steken, om mensen te benaderen voor een referendumcommissie. Om dan vervolgens in de gemeenteraad te horen te krijgen, ja toch maar niet. Dus nu ze het als een motie hebben uitgesproken, weten wij dat er in principe een meerderheid is voor deze referendumverordening. En dan is het ook de moeite waard om het werk te gaan doen. Maar ze willen gewoon een afgerond pakket hebben. Ze hebben dan de verordening, ze hebben de toelichting op de verordening. En ze willen ook weten, hoe gaan we de inwoners nou hierover informeren? Want het heeft best wel wat voet in aarde, hoor, voordat er van een referendum sprake is. Straks misschien even over de procedure die daarvoor gevolgd wordt en wat dan dat referendum in praktijk zou kunnen inhouden. Maar een van de dingen die het college, begrijp ik, nog op papier zou moeten zetten is wat überhaupt onder een referendum te brengen is en wat niet. Juist. Hoe gaat u dat lijstje maken? Nou ja, ik heb een verordening waar er precies in staat wat wel en niet voor een referendum in aanmerking komt. Het moet een raadsbesluit zijn. Dus als mensen een referendum willen aanvragen, moet de raad daar ook een besluit over nemen. Een voorgenomen besluit. Want dat besluit nemen ze natuurlijk niet, want daar is dat referendum voor in het leven geroepen. Maar dat moet dus geregeld worden. Er zijn een aantal onderwerpen waar je geen referendum over kan houden. Zoals als het gaat over personen, als het gaat over vergoedingen, als het gaat over de jaarrekening van de gemeente. Er zijn een aantal onderwerpen die daar niet voor in aanmerking komen. Dat staat natuurlijk ook in die verordening. Dan staat er in hoe groot die referendumcommissie moet zijn, want die moeten dan de referendumvraag opstellen. Dus daar zit best nog een werk achter. Hoeveel budgetten vrijgemaakt gaat worden, hoe de communicatie gaat verlopen. Het staat natuurlijk allemaal heel strak in artikelen opgeschreven. En het is natuurlijk wel fijn als jij met een groep mensen denkt van ja, ik vind hier echt wat van. Ik zou een referendum willen overwegen, dat je op een plek terecht kan op de website van de gemeente. Dat het even gewoon in goede, klare taal opgeschreven wordt. En dat hoe staat zit, mij nog te doen. Hoe zit het dan met onderwerpen waar de gemeenteraad eigenlijk al een besluit over heeft genomen? En dat zijn dan soms besluiten waar best wel een grote discussie over gevoerd is. Laten we de windmolens nemen. Kan nu iemand zeggen van als die referendumverordening van kracht is, ik wil een referendum over de plaats waar Woerden windmolens neer wil zetten. Kun je dat dan weer terugdraaien daarmee? Ja, wordt dat geen jojo-effect? Nou, in feite wel, want de gemeenteraad heeft daar natuurlijk een besluit over genomen. De bedoeling is dat je het doet over te nemen besluiten van de gemeenteraad. Dus de referendumverordening stelt daar wel paal en perk aan. Dus eigenlijk wat al geweest is, is geweest? Ja, maar je kunt altijd zeggen, ja, ik kijk er op een andere manier tegenaan. Ik vind dat dit niet is overwogen. Ik vind dat het ergens niet goed naar gekeken is. Dus ik vind het alsnog een referendum waard. De raad moet altijd instemmen om dat te doen. Er is altijd in de laatste, in een van de artikelen is een van de laatste regels, als de raad vindt dat dat voor een referendum in aanmerking komt. Dus de raad heeft wel altijd nog het laatste woord. Dus er moet een meerderheid in de raad zijn om een referendum te houden over een onderwerp. De raad bepaalt of iets onder een referendum mag worden gebracht. Ja. Dan is het een raadgevend referendum en dan kan de raad de uitkomst van het referendum ook weer naar zich neerleggen. In principe wel, ja. Wat is dan nog de waarde van een referendum? Nou ja, als je besluit als raad om iets tot een referendum te laten komen, om daar ook in te investeren, dan heb je natuurlijk wel een uitspraak gedaan, je ergens aan gecommitteerd. Dus dan wordt het wel heel erg moeilijk om dat referendum dan volledig naast je neer te leggen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de uitslag van het referendum. Zullen meerdere dingen een rol spelen? Is er ook een goede vraag te stellen? Want een referendum is ja en nee. Niet alles is in ja en nee te vatten. Dus dat speelt ook mee. Maar als de raad heeft besloten, hier komt een referendum over, dan zullen ze ook de intentie hebben om het serieus te nemen. Even over de getalletjes die een rol spelen. Er werden aantallen genoemd van 400, er werden aantallen genoemd van 2000 en toen was ik het spoor al even bijster. Ja. Want hoe werkt dat dan? Je hebt het principeverzoek, dus mensen willen gewoon eens even kijken van nou, is er hier draagvlak voor? Dan moeten 400 mensen een handtekening zetten. Dan gaat de raad erover praten, van, nou, zouden we hier een referendum over kunnen houden? Dan zou er een meerderheid voor moeten zijn. En dan moeten er nog eens 2000 ondersteunende handtekeningen komen. Dus twee keer moet er een actie komen van de initiatiefnemers als ze een referendum willen houden. En daarvan is ook nog een motie ingediend of een amendement ingediend dat het ook niet digitaal zou moeten zijn, maar gewoon schriftelijk. Dus dat je niet op een feestje de iPad rond kan laten gaan, was het verhaal en iedereen zegt ja. Mensen moeten echt dan schriftelijk een verklaring ondertekenen en zeggen van ik ondersteun dit referendumverzoek. Nou, 2000 handtekeningen is daarvoor de ondergrens. Maar men gaat daar dus niet voor naar een stembus, begrijp ik? Uiteindelijk, als er een referendum gehouden wordt, dan ga je naar de stembus.
En idealiter combineer je dat dan, hè, met een verkiezing. Hè. Ik weet dat in de gemeente de Ronde Veen hadden ze een vraag over het gemeentehuis. Hè. Waar moet het nieuwe gemeentehuis komen? Er waren verkiezingen 15 maart. En toen is ook die vraag gesteld. Dus u zei zojuist al niet zo heel veel zin te hebben in alles nog eens een keer overnieuw op te schrijven. Merendeel staat al op papier. Dan bent u waarschijnlijk al bijna klaar met hoe het verder handen en voeten moet krijgen. Voor de zomer ligt die er. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik ga in gesprek met de initiatiefnemers, hè, met name natuurlijk inwonersbelangen. Maar er zijn wat meer raadsleden die zeggen, ik wil er wel bij betrokken zijn. Het is ook geen kwestie van gezin, hè, maar meer van de raad zal het niet waarderen als ik met allerlei nieuwe voorwaarden of zinsneders kom. Hè. Dus ik hou me strikt aan het initiatiefvoorstel. Hè. Dus dat was het gesprek wat ik met ze voerde. En er is gezegd, 1 oktober zou het in moeten gaan. Dus tot 1 oktober hebben we nog even de tijd. En dan zou de verordening klaar moeten liggen. En dan is hij in principe bruikbaar en inzetbaar. Dus theoretisch zouden we dit jaar al een referendum kunnen houden? Ja. Goed, oké, dank u wel. Tot zover RPL Actueel over het referendum. Wellicht eind van het jaar de mogelijkheid om naar de stembus te gaan om te kiezen voor iets wat in Boeren zou moeten gebeuren, of juist niets.